staat een bonde kroeg in een droomstad. Met een pomphuis. En in de keuken huist een demontje. Die heet Kurk. Op avontuur met Jordi en Lexus. Heeft een strijd aan de maatschappij. Gelach en ontlasting hier in het pomphuis. Ja, Gurk. Luister, ik moet de toiletten weer schoonmaken, maar kan je please een keer meedoen? Eén keer inchippen? Gadverzakker, man. Vuilmuis. Dan doe ik het wel weer allemaal zelf, ja? Jezus, man, Gurk. Luiaard. Geen manieren geleerd. Ja, goed zo, jochies. Goed zo, dames. Nou, lopen. Wel even doortrekken zelf. Dankjewel. Kom maar. Nou, ga maar lopen, jongens. Een hele goede middag. Goedemiddag, man. Je vindt het toch niet eng, of wel? Nou, de kleine daar lijkt wel echt op een krachtpatser. Een klein beetje. Ja, dat is begrijpelijk. Ik hou bijvoorbeeld niet van insecten. Moet ik ook heel erg aan wennen, altijd. Nou, jongens. Papa gaat even plaatsnemen. En papa gaat jullie loslaten. Dag. Hey, wat leuk jou hier te zien, man. Ik ken jou natuurlijk wel, gewoon van 101 bars en zo. Maar dat vertelt mij niet wie jij echt bent, natuurlijk. Hey, ik ga even voorstellen. Dit is Guido, artiest. Eet alleen plakjes kaas. Dat is Clarionette met die lange vulpen als snuffel. Die ligt in een vieze echtscheiding, helemaal leeggezogen. Gemeenschap van goederen en zo, je kent het wel. Dat is Knoop. Die komt uit een spookhuis, ergens bij Mabelja in de buurt. Maar die stond op een dag over mijn deur, toch? Ik hoorde nogal wat geklop. Het is eigenlijk een kwispel. Ik denk, nou, kom maar binnen. Daar hebben we Pop. Die houdt ontzettend van ketamine. Ja, als alle honden slapen, dan is hij nog best wel hard aan het gaan. Die engert die nou bij jou zit, die heet Quagliarella. Die komt uit Italië. Die houdt van Betoli en drinkt eigenlijk alleen olijfolie. Echte streekhond. Stuur je ze ook wel eens op vakantie, die hondjes van je? Ja, dit is de Malediven en de Seychelles. En het is wel heftig voor ze, want ze moeten dan gewoon uren in zo'n luchtruim zitten. Alle knuffels op een stok, man. Kanker. Maar goed, dan komen ze helemaal bevroren, komen ze het vliegtuig uit en dan is het daar ineens heel warm. Och. Wat zullen we nou toch in ene krijgen, man? Hier zo in ene gewoon zitzakken. Als een vaste koeganger. Kijk eens aan, man. Wat is dit voor paljasserig gedrag? Het is eng, man, voor mij. Normaliter zou ik dit zeker niet pikken, man. Maar ja, live and let live, toch? Oh, hey, man. Make yourself at home. Hey, Lex, wie is naar het toilet geweest net? Ik weet het echt niet, man, bro, maar die shit raakt naar het Baumstation. Gadzakken. Wel. Staan ze, hoor. Hé, dames. Zo. Wat denken jullie nou ineens te komen doen hier zo? Wat denken wij hier te komen doen? Volgens mij weten jullie donders goed wat wij hier komen doen. Het is blauw hier, man, broer. Zo. Het is heel blauw hier ineens. Heb jij het ook zo koud, Lex? We hebben maanden naar jullie gezocht. Dat wisten jullie ook al natuurlijk. Dus, of jullie kunnen vrijwillig mee, of hardhandig. Hardhandig? Je dikke moeder is hardhandig. Het gaat niet over een moeder, hè? Dat dient je mee. Heren, weten allebei dat jullie gewoon rustig als makkelammetjes meekomen de auto in. We weten allebei dat we dat zeker niet gaan doen, man. Wie denk je dat je bent hier, man? Mijn tent, idioot. Ben je helemaal gewoon in je fucking weg, man? Rustig! Kijk jullie huilhoofden, allebei helemaal trillerig en dom en zo. Relax gewoon, man. Jullie gaan zo de transitie naar boven maken, man. Niemand wil er stressvol uitgaan. Geniet nog even dan. Bye bye. Jezus, man. Mannen! Lekker. Goed, man. Hey, load it up, man, vriendjes. Woo! Pak dat ding, pak het. Space,
best een pakket. Hey, wel vet wapen daar, man. Mag ik even kijken? Ja, maar geen stress, man. Poh, hij is groot geworden, hè? Nou ja, dikker eigenlijk. Hij is gegroeid. Hij is gegroeid. Hey, good. Hoi, hoi. Hoi. Guys, ik merk heel erg aan mijn eigen lijf dat ik lekker naar huis ga. Goed, je hebt alle instructies, toch? Die wil 1 keer per dag eten, die 2 maal en een vieze lange knuffel. Die houdt niet van een broodje gezond en die weet zelf waar het eten ligt. Oké. Dag, guys. Doei, doei. Nou, ik hoop dat hij verzekerd is. Moet je daar maar niet staan, toch? Hé, hey, kom man. Wat hier nou allemaal weer is gebeurd, ik kan het je gewoon niet uitleggen. Ik zeg je eerlijk. Hey boys. Hey Lexus, deze is voor jou man, take it away. Yo, stelletje supersterren. Al het goede komt van koeien. Ik vind het wel een klein beetje sneu voor die krachtpasser die net is geschoten in zijn poot. Geen Champions League voor hem dus. Binnenkort staat justitie weer bij ons voor de deur. Maar dat maakt niet uit. 1 kogel door je zaak, hele tent gesloten, maar we blijven hier. Zeker weten, man. Zeker weten, man.